Vandaag brengen we een bezoekje aan de Sahara van Marokko, wat door lokale mensen echt wordt afgeraden in verband met de wilde dieren die daar rondlopen en de stropers. En toch besluiten we om te gaan, dus laten we snel gaan. Hier wordt het alweer wat meer normaal, alleen heel veel vliegjes en echt heel veel afval. Ik ben benieuwd wat hierboven is. Waarschijnlijk is dat daarachter, dus de Sahara. En hier hebben we nu ineens een pad. En dat daarachter is dus het dorpje waar we zitten. Daarachter heb je het dorpje ook nog. En waar we nu zijn, dat is groen. Zometeen is Sahara. Dat is maar super vet. Inmiddels zijn we helemaal weg uit de bewoonde wereld. Is alleen nog maar zand en bomen, takken en dat soort dingen. We gaan hier kijken. We zien al wel geitendrolletjes liggen. Dus misschien zitten hier wel geitjes. Dus ik ben erg benieuwd. Ik denk niet dat hier heel veel mensen lopen normaal. Er ligt ook nergens afval of iets. Er staan nergens voetstappen. Maar we gaan eens even verder kijken. Het eerste stuk waar we liepen was nog voorzien van voetpad. Het stuk waar we nu lopen is een stuk gevaarlijker. Kijk, overal hier liggen van die geitendrolletjes. Dus er moeten hier wel geiten lopen. En dit zijn de voetstappen van Wouter. En voor de rest zijn er helemaal geen voetstappen. En hier zie je dus allemaal voetstapjes. Van geiten en zo. Dus laten we die misschien maar volgen. Misschien komen we daar ergens achter beneden wel een geit tegen. En hier zie je die voetstappen dus helemaal naar beneden gaan. En dat pad gaan wij nu ook volgen. Daar weer naar boven, de horizon tegemoet. Het mooie vlakke gedeelte hebben we achter ons gelaten. De bergen worden steeds hoger en van steeds ruwer zand. Het wordt steeds moeilijker lopen en je ziet dat hier eigenlijk nooit iemand loopt. We zien hier dus voetstappen staan. Met twee van die dingetjes, heel groot. En we horen daarachter geluid. Dus we gaan daar nu achter kijken. Maar waarschijnlijk zit er dus iets van een kameel of zo. Dus we gaan even snel checken. Op de achtergrond hoor je het al. Het lijkt wel een koe. Volgens mij die bomen daar die je ziet, daar zitten dus een soort van vruchtjes aan. Ik denk dat daar de beesten op afkomen. Dus wellicht als we hier beneden kijken, dat we beesten kunnen tegenkomen. Ik denk het wel. Kijk hier. Oh ja, zitten vruchtjes. Ja. Daar zo beneden in de bosjes, daar staan ze waarschijnlijk. Dus dan gaan we nu even kijken of we daarbij kunnen komen. En of ze niet wegrennen. En toen ineens waren daar twee mensen met een hele grote groep dromedaris. We kwamen net deze mensen tegen. En die gaven ons aan dat we heel erg uit moeten kijken voor dieren die hier lopen in het wild. En dat we eigenlijk hier niet moeten gaan lopen. Maar we zagen daar natuurlijk dieren, dus gaan daar nog snel even kijken. Daar beneden staan dus een paar wilde dromedarissen. Eentje kijkt ons al heel erg aan. We moeten een beetje vooruit kijken. Hier, ze kijken ons dus nu allemaal aan. Ze zijn ons nu aan het aankijken en staan. Dus die staan hier gewoon in het wild. Het is natuurlijk wel beter dat we niet te dichtbij gaan komen bij deze beesten. Maar wel super vet dat we gewoon wilde hebben gezien. Dat is toch wel één van de toffe dingen. Gaat er nu één aan de loop. Oké, waar is die heen? Ik heb geen idee, maar we hebben gewoon wilde dromedarissen gezien. Ze gaan nu een soort van lopen achter dat ding, dus ik heb geen idee of ze deze kant op komen. Dus we gaan nu maar snel door. Maar wel echt vet. Oh, hij komt aan die kant er nu uit. Zullen we doorlopen? Want ik weet niet hoe of wat. Ja, hij is nu al daar eruit gekomen. Ze moeten een beetje uitkijken. Ze gaan snel door. Maar kijken of we nog wat andere dieren kunnen spotten. We besluiten niet dichter bij deze dromedarissen te komen. We weten niet of ze gevaarlijk zijn, of ze misschien uit paniek gaan aanvallen, of wat er anders zou kunnen gebeuren. We besluiten om door te lopen, om te kijken of we nog andere dieren kunnen tegenkomen. We lopen nu wat meer door bosgebied heen. Maar weet jij nou wat voor dieren hier nog meer lopen bij de dromedarissen en geiten? Laat het even weten in de reacties. Ik ben echt super benieuwd. Ik ben ook benieuwd wat we vandaag nog tegen gaan komen, maar ook wat hier meer loopt. En of het echt waar is wat die man zegt. Dat je hier heel erg moet uitkijken voor wilde varkens of zo, zei die. Zijn Engels was niet heel goed. Maar als je dat weet, laat het ook even weten in de reacties. Want ja, dan weten we dat voor de volgende keer. Dus met elkaar leren we. Wow, wat is dit dan? Een schildpad. Er ligt hier gewoon een schildpad. Wat doet die hier nou? En in een kleine schildpad daar? Oh, is een kever. Maar schildpad, wat doet die in die woestijn hier? Hij bewoog net ook zijn pootje. Oh, hij trekt net zijn pootjes in. Kijk, daar zit zijn hoofdje. Joehoe. Wow, die loopt nog. Hij is gras aan het eten. Hier, hij is gras aan het eten, die schildpad. Lekker grasje aan het eten. Oh, hij gaat lopen. Super schattig, allemaal schildpadden hier. Dat is echt wat laatste wat ik hier tegen had
denken te komen. Kijk, hij is gewoon lekker aan het eten. Het schildpadje. Lekker stukje gras. Lekker chillen. In de zon. Ik ben echt onwijs aan het verbranden. We hebben geen insmeerspul of zo. Maar je komt hier gewoon schildpadden tegen. Dat is echt gewoon het laatste wat ik hier verwacht had om tegen te komen. Schildpadden. We zijn al wilde dromedarissen tegengekomen. Wilde schildpadden, kevertjes. En wat nog allemaal meer. Wat gaan we allemaal nog meer tegenkomen hier? We kwamen voor geitjes. En we komen dit allemaal tegen. Wat is dat dan? Een bot. Een bot? Ja, dit is nog meer. Daar. Van het mens, of niet? Er liggen hier gewoon allemaal botten. Hier ligt een bot. Daarachter ligt een bot. Wow, dat is van een echt wel gewoon bizar groot dier. Ja, het kan misschien een kameel, dromedaris. Van een dromedaris? Ik heb hier dus gewoon een bot in mijn handen van waarschijnlijk een dromedaris. Het is ook echt gewoon hard. En het ligt hier helemaal vol met botten. Dus waarschijnlijk is hier gewoon een dromedaris overleden ergens. En opgepeuzeld door geiten, door weet ik veel wat voor dieren allemaal. En overal liggen hier nu gewoon stukken bot. Als we alles bij elkaar zoeken hier, kunnen we gewoon een dromedaris in elkaar zetten. Wel echt bizar hoe dit er allemaal uitziet. Ik ben benieuwd van welk dier deze botten zouden kunnen zijn. Weet jij van welk dier deze botten zijn? Laat het hier dan beneden weten in de reacties. Die boom hier lijkt wel een kameel. Daar zijn hoofd. En dit de achterkant, net of die een cactus op zijn rug heeft. Vet lachen. Zo zie je allemaal verschillende dingen in alle bomen. En volgens mij vindt Wouter weer wat. Ik wil een van naar wervel of zo. Ja. Echt allemaal dingetjes die we vinden. Allemaal stukken bot. Het stuk waar we nu lopen is weer een stuk groener dan het andere gedeelte. We komen dus steeds weer meer bij het bemenste gedeelte uit. Wat zit er? Er zit hier een schildpad. In de bosjes. Ik denk, wat hoor ik maar. Oh, daar. Het is dus weer een schildpad. Daartussen, precies weer mijn schaduw. Echt alles ligt hier gewoon vol met schildpadden en... Dat zou je niet verwachten hier, hè? Nee. Grappig. Dat is echt het laatste wat ik hier verwacht had. Is het leeg? Dat is best wel. Een hol van een beest. Ja. Oké. Maar het is gewoon ingestort. Ja. Hé, maar daarachter begin ik alweer huizen te zien, daartussendoor. We komen langzaam in de bewoonde wereld. Ja. Zijn er bijna weer. Ja. Kijken of we nog iets kunnen spotten. Yes. De huizen komen steeds weer dichterbij. We beginnen enorme dorst te krijgen en de drang naar zonnebrand stijgt ook enorm. Moet je kijken hoe sterk die is. Gewoon dat hele poep neemt hij mee. Hier, kijk dan. Zo, het is tijd om de schoentjes te legen. Ik heb net water gefixt. Het was enorm warm in die woestijn. We hebben eindelijk weer water. De schoenen zijn weer zandloos. We hebben het gedaan, high five. Het was echt enorm vet. Al die dieren die we zijn tegengekomen, het avontuur, het gevaar hier zo. We zijn gewoon gegaan. We hebben super vette dingen meegemaakt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En Wouter ook bedanken. Vergeet hier beneden niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Want er komen nog veel meer Marokko video's aan. Veel meer toffe verlaten dingen. Dus doe dat zeker. En volg me ook even op Instagram. Mark ben ik. Staat hier ergens beneden. En dan check ik jullie bij de volgende video. Wij gaan de bewoonde wereld weer in. Laters. Later. Hé, poh, ik wil ook water. Ik heb dorst. Ja? Kijk eens. Oh.